In deze tijd moeten organisaties vaak samenwerken met andere organisaties. En bovendien zoeken organisaties manieren om snel te kunnen inspelen op allerlei veranderingen. Dus hebben werkvormen nodig die opgaven, die tijdelijk zijn, die samen met anderen zijn, die vaak vragen om veel tempo, om die op een aparte manier te organiseren. En daar passen programma's heel goed bij. Programma's is ook een hele mooie manier om tussen organisaties samen te werken. Dus meerdere partijen die met elkaar een vraagstuk oppakken. En als je bijvoorbeeld bij een gemeente werkt, dan is het heel moeilijk om in je eentje iets op te lossen. Want dat lukt niet. Je moet samen met bewoners, samen met organisaties in de gemeente dingen doen. En dan is heel erg de vraag, hoe organiseer je dat tussen allemaal die partijen? Nou, daar past programmamanagement heel goed bij. Dus programmamanagement is een hele mooie manier om vraagstukken waarin je samenwerking moet organiseren van verschillende partijen. Waar het gaat om tijdelijke problemen. Waar het gaat over complexe vraagstukken die vragen om een grote complexe verandering. Om daar mee te werken. En dan past programmamanagement als taal heel erg. Dus je ziet ook dat het heel erg actueel is. Je ziet ook steeds meer programma's gevraagd worden in advertenties. Veel meer organisaties zijn ermee bezig. En dat maakt het heel relevant. En dan is het heel handig dat je ook een beetje weet hoe het programma werkt en wat je daarvoor aan allerlei instrumenten en tools beschikbaar hebt. Is op de eerste plaats de taal en de principes van het bouwen van een goed programma. Dus de fasering, de aanpak, maar ook hoe kom je tot een goede doelbeschrijving. Hoe stuur je op het realiseren van doelen? Hoe hou je een programma op koers? Dat zijn belangrijke dingen. Ook een aantal aspecten die bij het programma een rol spelen, zoals samenwerking, elementen die bij samenwerking belangrijk zijn, elementen die bij omgevingsmanagement belangrijk zijn en dat soort zaken. Dat is één deel, dat gaat over talen en principes. Maar wat ik ook heel erg belangrijk vind, dat mensen een heleboel instrumenten krijgen. Dus op het eind van het programma hebben mensen ook een pakket van misschien wel 40 of 50 tools en instrumenten waar ze tijdens hun eigen werk gewoon gebruik van kunnen maken. Goede voorbeelden, oefeningen, werkvormen, allemaal dat soort dingen. Dat is belangrijk, vind ik belangrijk dat mensen in de training meekrijgen. Wat we in de opleiding proberen is een mooie balans te vinden tussen praktijk en theorie. Ik daag mensen uit, deelnemers uit, om hun eigen casuïstiek mee te nemen, hun eigen onderwerpen. En het mooiste is als ze dat gewoon lopende het programma kunnen ontwikkelen gedurende de training. In de laatste groep zat iemand, dat was heel mooi, die laatste groep is pas geleden afgelopen. Er zat iemand die had de eerste dag nam die een vraagstuk mee en de laatste dag presenteerde ze een kort programmaplan, programmacontract. Dat had ze in de weken van die training, zeg maar een week of 10, 12, gewoon opgebouwd. En dat is eigenlijk ook de mooiste manier waarop ik in de trainingen graag wil werken.